Heb je wel eens worteltaart gehad? In de video van vandaag laat ik jullie zien hoe makkelijk het is om een worteltaart te maken en hoe lekker deze smaakt. En nee, hij smaakt niet naar wortel. Je proeft totaal niet dat het erin zit. Begin door de rozijnen met heet water te mengen. Laat dit mengsel staan terwijl je met de rest van het recept verder gaat. Door de rozijnen met heet water te mengen zorg je ervoor dat ze lekker sappig worden. Neem dan wat bastardsuiker. Je kunt de lichte bastardsuiker of donkere bastardsuiker gebruiken. Met de donkere bastardsuiker zul je een cake krijgen die wat donkerder van kleur is. Meng de bastardsuiker met wat olie. Ik gebruik zonnebloemolie, maar je kunt elke smaakloze olie gebruiken die je wil. Het moet wel smaakloos zijn, je kunt dus geen sesamolie of olijfolie gebruiken, omdat die de smaak van de cake zullen veranderen. Voeg ook de eieren toe en klop dit geheel tot het goed gemengd is. Neem dan een kleine kom en meng hier de bloem in. Doe er wat bakpoeder bij. Een theelepeltje baksoda. Dan nog wat kaneel. Kruidnagel en gember. Voeg er nog wat zout bij toe en meng dan tot alles een beetje goed verdeeld is. Doe dit bloemmengsel bij het beslag, het eierbeslag dat je net gemaakt hebt. Maar hou een klein beetje over zodat je dit met de rozijnen en de walnoten kunt mengen. Spatel het bloem door het beslag. Doe er nu wat geraspte wortel bij. Gebruik vers geraspte wortel en koop niet de voorverpakte, want de voorverpakte geraspte wortel is meestal erg droog. De vocht in de wortels is juist wat deze cake zo lekker vochtig maakt. Meng ook de rozijnen en walnoten door het beslag. En voeg nog wat melk toe om het beslag wat dunner te maken. Giet het beslag over in een vierkante bakvorm. Bak de cake zo'n 25 à 30 minuten op 170 graden. Of tot de satéprikker schoon uit de cake komt. Als de cake bijna afgekoeld is, kun je beginnen aan het glazuur. Gebruik hiervoor roomkaas, ook wel monchou, en wat boter. Klop deze twee totdat ze goed gemengd zijn. En hiervoor moeten zowel de roomkaas als de boter op kamertemperatuur zijn. Doe er dan nog wat vanille-extract bij. En voeg vervolgens naar smaak poedersuiker toe. Voeg nooit poedersuiker op gewicht toe, omdat het echt een kwestie van smaak is. Klop totdat dit licht en luchtig is en smeer het vervolgens op de afgekoelde cake uit. Als je wil kun je de cake nog decoreren met grof gehakte walnoten en er wat kaneel overheen sprinkelen. Dan kun je de cake in vierkanten snijden. En zo zet je een heerlijke worteltaart met roomkaasglazuur op tafel. Mocht je deze worteltaartbars maken, deel hem dan met mij op Instagram of Facebook. Ik hoop dat jullie dit recept lekker vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.